hele goede morgen alweer, beste mensen. Super tof dat jullie weer hebben geklikt op deze vlog en ook weer op deze prachtige. Nou ja, prachtig is het ook weer niet. Zondagmiddag 3 uur. Heel soms heb je wel eens van die dagen dat het even weer tegen zit qua weer. Het is voor mij nu zaterdagochtend om precies te zijn 10:37 en ik ga er zo vandoor eerst naar Leidschendam. Maar ik had het eigenlijk al in de vlog van gisteren gezegd. Leidschendam, Den Haag. En dan ga ik proberen om nog even naar de Halloween Fight Nights te gaan. Daarom staat er ook in de titel. Proberen om naar de Halloween Fight Nights te gaan. Ik ga het wel proberen om te kijken of het lukt. Want ik heb wel zin om daar naartoe te gaan. En sorry dat ik niet helemaal in beeld ben. Maar dat komt omdat ik soms even aan het kijken ben. Ja, hoe de camera zeg maar zo goed moet doen. Maar nee, we hebben ook gisteren een hele grote bestelling ontvangen. Het waren van 100 euro ongeveer. Nou, diegene had dus de uitverkoop korting gebruikt en dat was 50 euro. Dus ik wil blijven, want ja, daar ben ik ook van mijn meubel hier uitverkocht. Daar ook. En ik zie dat ik mijn geheugenkaartje weer even, nou ja, dat ik weer een paar video's moet gaan verwijderen. Want ik heb nog maar 4 minuten te filmen. Maar nee, we maken er gewoon weer een leuke dag van. Wel iets later dan ik had gedacht om naar diegene toe te gaan. Dat had ik verwacht er nu al lang te zijn en ook al te gaan naar Den Haag. Maar nee, soms loopt het eventjes anders. Maar dat komt omdat ik echt geen zin heb om zaterdagochtend om 6 uur in de ochtend mijn nest uit te gaan. Dus dat maar. Ik zeg, geniet van deze vlog. Ach ja, ja. Nou, het is uiteindelijk niet gelukt om naar de Halloween Fridays te gaan vandaag op deze zaterdag 28 oktober. Ja, ik was pas om een beetje 5:30, 6 pas terug. En ja, dan is het zo van, oké, is het dan nog waard om naar de Halloween Fridays te gaan? Maar dan ben ik er dan op tegen een uurtje of 7, 8 hebben, want jij moet ook nog avond eten. Moet ik trouwens nog steeds. Dus toen had ik gewoon voor gekozen, weet je, dan ga ik gewoon morgen. En want morgen heb ik voor de rest niet op de planning staan, ja, behalve dan inderdaad de Halloween Fridays. Dus morgenmiddag, na 12 uur, ga ik daar naartoe. Want ik wil nog wel een beetje, nou ja, een goede, chille ochtend hebben. Maar nee, ik ga ook even aan de avond eten. De kip. Vleugels. Nou, dit heb ik uiteindelijk gebruikt als theedoek. Dat is de aardappelkrieltjes die ook al is goed als klaar zijn. Ik moet alleen nog eventjes de kip bakken. Nou ja, dat is een minuutje of een minuutje of 20. Dus dat kan lekker warm blijven. Ik heb de pan al aangezet, dus die begint al lekker warm te worden. Dus ik zie jullie terug als het eten klaar is. Ah, het eten is klaar. Ja, zoals gezegd, het volgende beeld is dat het eten klaar is. Net het eten is klaar. En ja, op zaterdagavond is geen groentedag. De rest van de dagen wel, maar voor vandaag zaterdag. Ja, net als wat mensen noemen zaterdag patatdag. Nou, dan noem ik zaterdag geen groentedag. Ook al hoor je wel je groenten te kunnen eten, maar op sommige dagen of op bepaalde dagen hoeft het eigenlijk niet. Maar ik ga je lekker van genieten met uiteraard de vlog van de enige echte Gio van Ilatoi. Ja, ik heb het eten alweer op en het is inmiddels alweer ruim 10 uur in de avond en normaal gesproken zou ik nu belachelijk veel dingen doen, maar ik heb gewoon echt even, ja, ik wil niet zeggen niks te doen, maar ja, op zo'n laatste avond in zomertijd dat ik echt denk van, oké, ik heb wel iets te rustig, maar ik heb hier wel snoep gekocht van User Candies. En nee, dit is niet voor mijn eigen verkoop, want ik, nou ja, een soort van doe mijn stop. Maar nee, ik heb hier de Sour Patch Kids Extreme. Dat was ook de eerste keer dat ik dit ook gewoon, zeg maar, vastpak. Net zoals de Sour Patch Kids normaal. 2 keer en de Sour Patch Kids Extreme ook de eerste keer. Met die doosjes. Ik heb dan 2 keer de Mike Nike Berry Blast. Ik heb... Ja, de M&M bite size koekjes. Ik heb nog een T-test gedaan van de Taiki Zombies. Wat voor mij nou niet echt wat pittig is. De Chip Ahoy koekjes, maar die had ik al een keer op. En de Prime flesje. Dus ik ben hier weer super bij me. En uiteraard de Tangle Shoppers. Die is ook voor de eerste keer. Nou, ik kom hier wel mee hoor. Zo, ja, ik ga hier denk ik wel de vlog bij afsluiten. Ja, dus lange tijd geleden dat ik het ook in de nacht of avond de vlog afsluit. Maar ik denk van mijn camera waarmee ik dus nu film, kan ik weer genoeg beeldmateriaal maken.
Maar dit is de minuut 2:10. Maar ja, als de klok een uurtje terug gaat, is het nu 10:30. Dus in die zin een uurtje over slaap, maar zo zie ik het eigenlijk ook weer niet. Maar nee, hopelijk heb jij gewoon genoten van deze vlog. Inderdaad, ook al is de lengte een beetje wat mager, maar ik heb wel gewoon gelukkig genoten van deze dag. Morgen wordt het een fantastisch leuke dag, verwacht ik, in Walibi Holland. Ik neem jullie gewoon mee vanuit de ochtend, voor het opstaan, tot aan het avond, voordat ik ga slapen. Zo, hopelijk heb jij gewoon genoten van deze vlog. Zie jij vrienden die een dikke naam mag zetten, neem ik een aantal abonneren hier beneden. Dan zie ik jou morgen uiteraard bij een nieuwe vlog, 3:00 de middag. En dan zeg ik, zoals altijd, later.